Hallo, mijn naam is Jamie Blazen. En Nederlands gebarentaal is mijn eerste taal. Ik ben auditief anders en ik ben student van sportkunde. Vanaf mijn anderhalf jaar ben ik met de onbekende oorzaak doof geworden. Shit happens. Vanaf mijn negende jaar heb ik een cochlea-implantaat. En hiermee kan ik heel goed communiceren met horende studenten en horen. Maar het blijft altijd anders. Daarom maak ik gebruik van de lessen, een gebarentolk of een schrijftolk. De decaan van HVA heeft mij geholpen met een aantal rechten. Voor mij als dove heb ik recht op woordenboek, Nederlands bij de dames, omdat Nederlands mijn tweede taal is. En ook een gebarentolk, die is ook aanwezig bij de dames. Ik heb ook extra tijd en is ook een voorlichting geregeld voor mij en alle docenten bij elkaar, om hoe het is als dove studenten, ze kunnen studeren in HVA. Ja. En het gesprek met de decaan kan heel fijn zijn en heb je gesprek over allerlei omstandigheden. Ja. Ben je ook auditief anders, kom naar Limitless Bijeenkomst. Dan gaan we samen met een lotgenoten bespreken hoe jij het beste als student kan functioneren in HBO. En het is ook gezellig, dus kom bij je.